Maar voor sommige mensen is het nog niet genoeg hè. Want laten we niet vergeten dat de prijsstijgingen, die, die waren het afgelopen jaar ook gigantisch. Die, waren, ja. die lagen zelfs boven die 10%. Um, de, de stijging van woonlasten, de stijging van de zorgkosten. Op allerlei manieren zijn onze, onze kosten echt zodanig uit de hand aan het lopen dat we niet anders kunnen dan een hele serieuze loonijs. En als het dan om de, om de case gaat hier eh, bij, de, bij de media... Mm -hmm. gaat het er geloof ik om dat onze leden zeggen... Hé, wij willen een deel ook in centen en niet in procenten. Want het zijn natuurlijk de, de mensen met een... Naar verhouding lager salaris, uh, die het meeste moeite hebben om die hogere energierekening en de hogere woonlasten ja. te kunnen betalen. En daarom moet er gewoon daar wat extra bij. Ja. U gooit vanmorgen een ijs op tafel. U zegt in het FD, we willen koppeling van de lonen aan de inflatie in alle nieuwe CO's. Dus maakt niet uit, we hoeven eerst eens te onderhandelen. Als het er komt, dan is er gewoon uh, per, nou, op dit moment de inflatie, dus 4,6 procent. We zien nu in de hele eurozone was het 5,3 procent uh, vorige maand ten opzichte van een jaar geleden. En u zegt, dat moet standaard als. Loonstijging meegegeven worden in de nieuwe CAO. Nou, sterker nog, ik vind het heel erg raar dat dat niet standaard is. Ik vind het eigenlijk vrij bizar dat we elk jaar economische groei te verdelen hebben. Vrijwel elk jaar hebben we economische groei te verdelen. Ja, ja. Zien we dat de arbeidsproductiviteit weer een beetje is gestegen. He, gaat, het mm -hmm. stijgt minder snel dan het vroeger steeg, maar er wordt elk jaar meer geld verdiend. En wij worden elk jaar automatisch dankzij de inflatie op een achterstand gezet. Wij moeten elk jaar opnieuw de strijd aan voor hetzelfde tientje. Ja. ja, dat is toch bizar? Waarom zou je, als we met elkaar meer geld hebben verdiend, als de economie is gegroeid, zou je dan als werknemer die die. Winst heeft geproduceerd, met minder genoegen moeten nemen. Maar er is dat toch gaat niet, er bij mij niet in? Er is toch niet jaar op jaar een koopkrachtdaling in Nederland? Nee, de meeste, de meeste jaren niet. Maar heel nee. vaak moeten wij daarvoor vanuit een achterstand eerst onderhandelen en eventueel zelfs de barricade op om te zorgen dat we op zijn minst koopkracht, koopkracht behoud kennen. Ja. Dat is toch raar? Het is toch eigenlijk van een zotte dat je je werknemers die voor jou, hè, stel je bent een, een succesvolle ondernemer mm -hmm. en de mensen die voor jou jouw winst hebben geproduceerd. Die zou je standaard in eerste instantie op achterstand zetten. En pas als ze bereid zijn om daarvoor te knokken. zeg je nou ja goed, krijg je toch weer hetzelfde. Dat is toch gestoord. Maar is dat de praktijk ook echt? Moet u echt ieder jaar kunnen. Ik bedoel, nou, dat is toch geen knokland wat dit betreft? We worden toch niet in een vechteconomie? Gelukkig niet. Maar nee. het gaat wel die kant op. Als je ziet hoeveel we vorig jaar hebben moeten staken. eigenlijk alleen maar om op de meeste plekken gewoon koopkracht behouden te kunnen realiseren. Mm -hmm. Terwijl vorig jaar elk kwartaal. Er weer meer winst is gemaakt dan hetzelfde kwartaal het jaar daarvoor. Elk kwartaal is er een record winst gerealiseerd rond het bedrijfsleven. Elk kwartaal een record winst. Geen uitzondering. Ja. En die werkgevers, diezelfde werkgevers, die zeiden tegen de werknemers: "Nee, we moeten de pijn eerlijk verdelen. <laughs> Jullie moeten met iets minder genoegen nemen." Nou, dan dan moet je echt je ogen uit je kop schamen. Ja. U vindt, het, u vindt eigenlijk dus de, 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 de winsten en de, de vruchten van de economie... die worden alleen geplukt door die ondernemers en die bedrijven... en niet door de werknemer. Ja, dat is hoe u het ja, omschrijft. Dat, dat, is, dat is de afgelopen decennia heel he, veel vaak het geval geweest. En ja. zeker de laatste jaren zien we dat de winstgevendheid... van grote bedrijven enorm is toegenomen. Mm -hmm. uh, dat ze elk jaar, zelfs in de coronatijd... dat ze hun hand op moesten houden voor miljarden aan overheidssteun... Om de lonen uit te betalen, mm -hmm. hadden ze ook nog geld om ook de aandeelhouders wel even extra dividend toe te schuiven. Ja. Nou, dat gaat er bij mij niet in. Dat is nou wat je noemt ondernemersrisico. Als het even tegen zit of als de inflatie hoog is, dan neem je als ondernemer zelf dat risico. Maar je zorgt in eerste instantie voor je mensen. Ja. Nou, en, en nu zou ik zeggen eerder, Want het is ook economisch verstandig. Want wat echt zuinig, waar je echt zuiniger moet zijn, dat zijn je mensen. Want als die met hun voeten gaan stemmen, mm -hmm. als ze niet staken omdat ze loyaal zijn aan jouw bedrijf en zeggen: Ik wil wel een fatsoenlijk loon, maar ik wil wel graag hier blijven werken. Geef me nou dat eerlijke loon waar ik recht op heb. Ja. En ze stemmen in plaats daarvan met hun voeten, ben je ze kwijt. En probeer dan nog maar met eens de, de voeten stemmen, bedoelt u? Dan gaan ze andere baan zoeken. Als ze een andere baan gaan zoeken, ja. probeer dan nog maar eens nieuwe mensen te vinden. Ja. Dus als je een beetje verstand hebt. Geef je gewoon een fatsoenlijke loonsverhoging en zorg je dat mensen geen koopkracht hoeven in te leveren.